Lekkers! Wat leuk dat je er allemaal weer bent. Vandaag ga ik een snoepje testen. En onze kleine meneer die verraadt het eigenlijk al. Want ik heb weer een Haribo Smurfen. Fruitsnoepjes dit keer. En in een moderne verpakking. Persoonlijk vind ik deze smurfen uitstraling niet zo geweldig. Nou ja, iedereen moet met de tijd mee. En volgens meneer Haribo ook. In dit geval is het maar gelukkig dat het tijdelijk is. Dit is dan wel weer leuker. En weer smurfen in verschillende talen. In het Duits, in het Frans. Naar mijn weten in België gemaakt. Zoals ik al zeg, fruitsnoepjes, denk ik. Waarschijnlijk smaakt het naar citroen. Misschien een bosbes. En misschien een aardbei. En volgens Haribo gebruiken ze alleen maar natuurlijke producten. En natuurlijke smaakstoffen en kleurstoffen. En dat is natuurlijk lang niet zo slecht. Ja, voor de rest is het weinig over de verpakking te zeggen. Dus ga ik maar over op de inhoud. Nou, de geur is al een puntje. Dat is weer behoorlijk geurig. Ik haal er een drietal uit, zeg maar. En dit zijn de hoofdpersonen. En dit moet dan een smurfin voorstellen. En dan is dit grote smurf. En als je goed kijkt, lijkt die erop. En dit zijn dan de gewone smurfjes. En mijn gewone smurfje is er van ondersteboven. Of hij is gaan slapen. Goed, de smaak is deze maar. Mijn smaakverwachtingen zijn goed. Het is inderdaad een bosbes. Een citroen. En een aardbei inderdaad. En ik moet zeggen, smaken goed. En dat zo rond de 1 euro, geloof ik dat ze kosten. Een zakje ongeveer. Iets meer dan 1 euro. Ik vind dat het wel een goede koop is. Dit was Klaarten Jellis met een Haribo Smurfentest, deel 2 dit keer. Ik wens u nog een smurfige dag.